Nou, we zijn bezig om vandaag de zogenaamde wolkenhaag aan te planten langs de oostgrens van het Hagenpark in Almelo. Ja, dat is een Engels principe. Cloud hatching heet dat ook heel mooi. En de Engelsen deden dat vroeger rondom hun cottagehuizen. Dan, als ze de buurman niet wilden zien, dan lieten ze de haag hoog groeien. En waar ze een hele leuke buurvrouw hadden, dan knipten ze de haag naar beneden. Nou, omdat je dus daar senioren hebt wonen en sommigen willen graag wegkijken. En op andere plekken wil je juist geen doorloop hebben, dan laat je het weer wat hoger groeien. Dus dan kun je een beetje spelen met die haag met dat knippen. Dus geen vierkante vorm zoals in Nederland, maar een beetje een golvend geheel. En dat noemen wij cloud hatching of wolkenhaagsnoei. Als je nou de plek weet waar we zitten, dan heet dat het Hagenpark. We hebben vroeger de Schouwburg de Hagen gehad. Het riviertje hier heet ook de Hagen. Eigenlijk is het Almeloze Aa, maar het stukje hier heet de Hagen. En vroeger hebben we buiten de stadsgrenzen hebben wij kleine landbouwperceeltjes gehad. En die waren omheind door hagen. En dat botsen we hier een beetje na. Dus we hebben ook een subsidie gekregen van Landschap Overijssel. Voor met name dat cultuurhistorische verhaal om dat hier ook te vertellen. Het zijn doornige struiken, want die moesten natuurlijk veekeren. En dus er zit meidoorn in, sleedoorn. Mooie witte bloemetjes in het voorjaar. En er zitten ook nog sleeën aan, kleine pruimpjes. Die kun je nog weer jam van maken. Dus het is één goed groot voedselbosverhaal. Er komt Rosa rubiginosa, de eglantier, komt erin te zitten. Dat is een roos met behoorlijke weerhaakjes, maar die houden mensen goed tegen. En de rozenbottels, die kun je ook weer rozenbottelsjam van maken. En we hebben nog hulst erin staan voor de groenblijvende effect. En wat hebben we nog meer? En liguster, wilde liguster. En wilde liguster is met name, als dat goede bosjes worden, weer heel geschikt voor mussen. En mussen die staan ook onder druk in Nederland. Dus zo proberen we alle groepen, alle diertjes en plantjes allemaal tegemoet te komen in ons plannetje hier. Ja.